12 inwoners van de gemeente Altena ontvingen vrijdag 26 april een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Marcel Frenzel en loco-burgemeester Matthijs van Oosten verrasten de gelukkigen aan huis. Goedemorgen. Kom binnen. Mag ik binnen gaan? Kom binnen. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het behaagt om u te benoemen tot lid van de, in de Orde van Oranje-Nassau. Heel verrast. Heel verrast. Had u het aanzien komen? Nee, helemaal niet. Oh nee! Alsjeblieft. Oh, er zijn ook wel. Ja. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zeer behaagd om u te benoemen tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Zeer verrast. Ja, echt wel. Ik had er geen seconde aan gedacht. Dus ik, De eerste lintjesregen in Altena. Hoe vindt u het om de lintjes uit te reiken? Ja, heel bijzonder. Het is voor mij sowieso de eerste keer dat ik lintjes uit mag reiken. Dat, ja, normaal gesproken is dat natuurlijk altijd alleen maar toebedeeld aan een burgemeester. En nou mag ik vandaag als loco-burgemeester ook de lintjes uitdelen. En ja, dat is wel heel bijzonder om te doen. Alle mensen die waar we tot nu toe geweest zijn, die verwachten het niet, vinden het ook onnodig. Ja, dat doe je gewoon omdat het erbij hoort, al het vrijwilligerswerk. Maar ja, zonder deze mensen zou al die activiteiten nooit georganiseerd zijn. En ja, dat is wel heel mooi om deze manier de mensen in het zonnetje te kunnen zetten. De juiste kleur. Nou, en dit was alleen mogelijk ook dankzij de tijd die u partner, echtgenoot, daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Want u hebt het samen uiteindelijk ook mogelijk gemaakt. Dus ja. hij mag ook dienen in de feestvreugde. Ja. Kijk, ja, hier gaan ze doen. Ja, zo. Goedemiddag. Goedemiddag. U zou een uitje hebben. Dat is naar de overkant. Want ik heb u wat te vertellen. We hebben daar in de juiste kleur bloemen bij gezocht, ja, namelijk in het oranje. Enorm, hartelijk dank, maar ik denk toch onverdiend. Nee. Ik geloof dat jullie eerst met mij hadden moeten praten. Ik mag dan misschien het nodige gedaan hebben, maar ik heb er veel meer voor teruggekregen als wat ik gegeven heb. Dat kan niet anders zijn. In de gloria. De eerste lintjesregen in Altena, hoe was het? Nou, dat is natuurlijk een feest. De zon schijnt en 12 lintjes zijn er uitgereikt onder de inwoners van de gemeente Altena. Het waren er zoveel dat ik het niet alleen af kon. En de lokale burgemeester, wethouder van Oosten, heeft er ook een aantal gedaan. En ja, het is iedere keer weer bijzonder wat voor smoesjes er worden bedacht om mensen toch een complete verrassing te geven. En mevrouw hier, ook in Aalburg, was compleet verrast. Die ging ervan uit dat ze een uitje had in Vught. Maar dan zit hier in het kerkelijk gebouw vrienden, familie, kennissen klaar. En ja, is ze ontroerd. Wat haar overkomt, volledig onverwacht. En dat is het leukste. Bent u trots dat er 12 lintjes worden uitgereikt in Altena? Jazeker, jazeker. Alle mensen die een lintje hebben gekregen, hebben echt tientallen jaren vrijwillig, zonder 1 euro daaraan verdiend te hebben, zich ingezet voor de medemens. Op kerkelijk gebied, op sportgebied, op ander gebied. En dat is gewoon een groot compliment waard. En dan mag je de beroemde zin uitspreken, het heeft de koning behaagd. En ja, de koning stelt het lintje beschikbaar en ik mag hem uitreiken. Vandaar dat ook nu het rijkswapen op de ambtsketen voor is en niet het gemeentewapen. Want ik doe dit niet namens als burgemeester, maar als vertegenwoordiger van de koning.